In deze video ga ik jullie tonen hoe je een aansteker maakt in Minecraft en wat je ermee kan doen. Maar eerst, als je de video leuk vindt, vergeet hem dan zeker een like te geven. En ja, abonneer op mijn kanaal, want dan blijf je op de hoogte als ik een nieuwe video upload in de toekomst. Om een aansteker, of in het Engels flint en steel te maken, heb je twee dingen nodig. Flint en staal, of ijzer. IJzer kan je gewoon vinden in caves. IJzer kan je hakken met een stenen pickaxe of hoger. En je moet dan smelten in de oven en dan krijg je een ijzeren staaf. Maar als je een video wilt zien waar ik dieper inga over het concept van ijzer, druk dan op de video hier rechts van boven bij het i'tje. Maar oké, dan nu het tweede deel. Hoe krijg je flint? Flint kan je krijgen uit gravel. En gravel zijn zo die grijze blokjes met die stipjes. En gravel kan je vooral vinden in rivieren of onder de grond. Maar de makkelijkste manier om gravel te vinden is in rivieren. En dan als je die gravel gaat hakken, is er normaal gezien een 1 op 8 kans dat je daar flint uit gaat krijgen. Dus ik ga hier nu een beetje gravel hakken. Ik krijg al direct flint. Nice. Hopelijk kunnen we nog een beetje flint krijgen, want aan gravel heb je niet zoveel in. Oké, we hebben 2 flint gekregen en we kunnen die blokken dan weer opnieuw plaatsen en opnieuw hakken. Hoe maak je nu een aansteker? Dat doe je door rechts van boven een metalen staaf en links van onder een flint te zetten. En dan krijg je een aansteker. En met een aansteker kan je allemaal dingen in de fik zetten, maar zie natuurlijk dat je zelf niet in de fik vliegt. En als je toch in de fik vliegt, kan je gewoon naar het water gaan en dan word je weer geblust. Waar ik zelf meestal een aansteker voor gebruik is om dieren in de fik te steken. Want als een dier in de fik staat en je doodt die dan, dan krijg je al direct het gebakken vleesje. Zoals je ziet, ik heb hier nu gebakken schapenvlees gekregen. En je kan overigens ook gewoon een creeper gewoon laten ontploffen met een aansteker. Als je die met een aansteker aansteekt, maakt niet uit hoe ver je dan van de creeper bent. Die creeper gaat altijd ontploffen. En hout en bomen branden natuurlijk ook. Als je de video leuk vindt, vergeet hem dan zeker een like te geven en abonneer op mijn kanaal. En misschien vind je een van de video's die hier in het midden van je beeldscherm staan ook wel leuk. Daag!